We zijn hier vandaag in Oosterwolde en u ziet op de achtergrond landgoed Morre. En landgoed Morre is een prachtig landgoed gelegen aan de rand van Oosterwolde, dorp in Gelderland. En we zijn hier aan de Eikenhof, een prachtige nieuwe wijk, gebouwd in 2008, zo langzamerhand uitgebreid. En we gaan hier naar de Eikenhof nummer 8 kijken. En u ziet het wel, het ligt echt in een hofje. De weg is doodlopend, dus er komen hier gewoon geen auto's die hier niet hoeven te zijn. En dat maakt het ook zo prettig wonen, zeker met kinderen. Hier ook, prachtige groenstrook. En als er water ligt, dan kunnen ze lekker in de modder spelen. En als het droog is, kunnen ze prachtig voetballen. En natuurlijk in de speeltuin. Ja, dus voor kinderen en voor opgroeiende gezinnen is het een prachtige locatie. Kijk, in deze keurige hoekwoning ligt op een perceel van 325 vierkante meter grond. Dat is echt ruim voor een hoek, maar dat zult u straks ook zeker zien. Want het is verrassend ruim ook in huis. We gaan even binnenkijken. Nou, we komen hier binnen in de hal. De hal zien we meteen een prachtige vloer hier in de hal. Het loopt zo helemaal door naar de woonkamer. Mooie eikhouten vloer. Hier is het toilet en de garderobe. En dan komen we hier binnen in de woonkeuken, kan ik wel zeggen. Zo, ik noem het een woonkeuken. Want hier zit je natuurlijk met z'n allen. Het is een heerlijke plek om met het hele gezin te zitten. Maar hier komt de grote verrassing, want deze woningen zijn uitgebouwd. En dit is natuurlijk heerlijk, hè? Moet je eens kijken, wat een prachtige uitbouw. Extra ruimte, woonkamer. Hier ook de gelegenheid om met deuren de zaak af te sluiten. Dit is natuurlijk echt ideaal om erbij te hebben. Hier gezellig ook met een gashaardje. Kun je lekker even terugtrekken, relaxen. Kijk, en op een prachtige dag. Lekker de deuren open, kun je zo de tuin inlopen. Fantastisch. En nog een klein detail, hier is een tube, een lichttube gecreëerd. Dat is slim over nagedacht tijdens de bouw, om meer licht te creëren. Hier aan deze kant hebben we een bijkeuken en een berging daarachter. Die sluit aan op de tuin. Ja, en dit is natuurlijk de keuken, de woonkeuken. Een prachtige ruimte, mooi in een hoek gelegen. Twee kanten, dus een groot aanrecht met alle voorzieningen. En aan deze kant ook nog extra opbergruimte en kasten. Dus voldoende ruimte voor een gezin. Dan gaan we naar boven. Hier is nog een trapkast trouwens, mooie ruimte voor lekkere spulletjes op te bergen. Gaan we eens even boven kijken. Nou, als we boven komen, komen we op de verdieping. En de verdieping bestaat uit drie slaapkamers en een badkamer. Dan gaan we eens even in deze slaapkamer kijken. We komen hier in de grote slaapkamer. Mooi met ruimte ook voor een vaste kast of voor een schuifkast. Mooie inham. Ja, en deze slaapkamer heeft een prachtig uitzicht zo op het buitengebied. Deze verdieping heeft trouwens ook een prachtige vloer. We gaan hier even in de slaapkamer kijken aan de voorzijde van de woning. Mooie lichte kamer ook en voldoende ruimte. Als het echt warm is, dan kunnen de rolluiken naar beneden. En hier hebben we de badkamer aan de voorzijde van de woning ook. En die bestaat uit een wastafel, uit een doucheruimte, uit een toilet en uit een aansluiting van de wasmachine en eventueel ook de droger. Dat is het voordeel van een nieuwbouwwoning. Een luie trap en ontzettend veel ruimte naar boven toe, dus veel hoogte. Hier hebben we nog een entresol voor extra bergruimte. En extra bergruimte achter de schuifkast hier. Dat is natuurlijk ook ideaal. En niet te vergeten, twee extra slaapkamers. Dus niet alleen de drie op de verdieping, maar hier op de zolder ook nog twee. En u ziet het, de ruimte is groot genoeg voor een stapelbed. En voldoende lichtinval door het dakraam. Kijk, en aan de voorzijde van de woning nog een extra slaapkamer, nu ingericht als speelruimte. Zo, dan hebben we het binnen gezien. Ontzettend veel ruimte binnen, vooral ook door die uitbouw natuurlijk die eraan gezet is. Achter is ook de mogelijkheid om achterom te komen, tussen de garages door. Dat is natuurlijk ideaal. En hier buiten is het zo'n heerlijke plek. Kijk eens hier ook zo'n prachtige overkapping waar je lekker kan zitten. Houtkacheltje erbij. Ja, fantastisch natuurlijk. Want hier gebeurt het allemaal. Hè. Dit is heerlijk zo, de ruimte naar buiten. Hier is nog een tuinberging voor de spulletjes. Kijk, je kunt ook wel zien hoeveel vierkante meters het hier heeft. Hè. Echt een mooie royale tuin. En dit is eigenlijk ook je achtertuin. Waar heb je nou een hoekwoning in een woonwijk waar je dit uitzicht hebt? De paardjes. We zien er op de achtergrond nog een ooievaar. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En als u dit nou echt met eigen ogen even wil zien, dan kunt u ons kantoor bellen voor een afspraak. Ik laat het u graag zien. Mijn naam is Hans het Lam, de passende woning.